Niet. Het is, je wordt er bijna mee doodgegooid. Zo vaak gaat het erover. Maar in Marokko lopen de frustraties hoog opgelopen. Ja, er heerst zoveel onrust en negativiteit om deze trainer heen. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Maar het is een beetje, als je het mij vraagt, neigt naar minachting van de fans. Hoe kun jij, als je gaat kijken, je hebt vier topspelers in de laatste sessie van de Champions League. Hakimi, Mazraoui, Ziyech en Tarabt. Roep je er maar één van op. Hey, we hebben zoveel kwaliteit, zoveel potentie. Hij haalt sowieso niet het maximale uit deze groep. Door zijn koppigheid en door zijn grote ego. Weet je, hij had de jongens opgeroepen. Hey, Hakim en Mazraoui, na een ruzie. Hij heeft ze 2 jaar niet opgeroepen. Zet hij ze op de lijst zonder te bellen. Ja, wat denk je dat ze dan komen? Ja. En voor de rest, ja, ze roepen altijd om Ziyech, logisch. En voor de rest, ja, hij speelde in het begin 4-4-2 in de kwalificatie. Op de Afrika Cup speelde hij 4-3-3. Nu speelt hij 2-3 keer getraind, 5-3-2. Ze hebben geen automatisme, niks. Het was gewoon één grote gatenkaart. Het is goed dat we 1-1 hebben gespeeld. Kijk, en nu gaan we, dinsdag gaan we gewoon 100% zeker winnen. Niet door hem, maar door de fans. 60.000 supporters, krijgt zoveel energie om druk te zetten, om terug te schakelen. Dus die wedstrijd gaan wij winnen. Als ik dan bondsvoorzitter zou zijn, zou ik me even bij me roepen na dinsdag. En zeggen of je schuift je ego opzij of ik schuif jou opzij. Want dit kan toch niet, man. Zit hier ook nog persoonlijke frustratie bij? Door? Nee. Ik ben 35 deze week. Nee, man. Ik ben gewoon een Marokkaanse fan. En ik wil het beste voor het Marokkaans elftal. Dat zie ik nu bij het Nederlands elftal met Louis van Gaal. Gewoon een trainer met charisma, met uitstraling. En kijk maar zo'n trainer als Van Gaal durft ook harde beslissingen te nemen. Deze man heeft natuurlijk ook bepaalde redenen voor om niet te selecteren. Toch wat hij verteld heeft, zonder dat ik weet of dat waar is of niet. Ik ben even gaan kijken in zijn geschiedenis. Maar dit is gewoon, er zit een patroon in. Bij Japan had hij hetzelfde. Heeft hij de sterspelers eruit gegooid, heeft hij het WK gehaald, hebben ze hem ontslagen. Bij je voorkeurs in 2010 hetzelfde. Had hij dus met Drogba en met alle sterspelers, hebben ze hem eruit gegooid. Nu met Marokkaans elftal maakt hij ruzie met Ziyech en Mazraoui. Voor wat? Omdat Ziyech een keertje in een vriendschappelijke wedstrijd niet wou spelen, heeft hij ruzie met hem gemaakt. Mazraoui wil geen water drinken, gooit hij hem eruit. Dus je denkt van, wat ben je nou aan het doen? Die willen toch het beste voor het Marokkaans elftal? Nog iets, hij is aangesteld als trainer. Ik heb nog nooit gezien dat een trainer in zijn eentje komt, zonder assistenten. Yeah. Hadden we een assistent die gewoon goed in de groep lag, Mustafa Hadji, een legend. Die gewoon altijd goed voor de sfeer zorgt. Heeft hij hem deze week ontslagen? Of eruit gegooid, omdat hij had gezegd dat hij het liefst Hakim en Mazraoui erbij zou willen, omdat het gewoon twee topspelers zijn. Weet je, dat je denkt van, zit je daar voor jezelf of zit je daar nou voor het Marokkaanse volk? Ja. We hebben 40 miljoen Marokkanen, die hebben één droom, dat is naar het WK. Ik heb het meegemaakt. Maar dan gaan ze ook. Dan gaan ze ook. Maar dan denk ik, man, kom op, man. Al die negativiteit. En, maar dat zou hetzelfde zijn, sorry, maar dat zou hetzelfde als Henk Vrezer. Zo zeggen, nou, ik had eigenlijk ook liever dat Wijnaldum had gespeeld in plaats van Berghuis. Dat dus de assistent. Dus dat zijn mening is, hij heeft toch recht op zijn mening? Had hij tegen hem gezegd of in de media? Nee, iemand vroeg het aan hem, toen had hij gezegd, ja. Ja, maar dat is dan ondenkbaar hier, dat Vrezen dan tegen de keuzes van de bondscoach in zou gaan. Het is geen keuze. Mensen vragen, zou je Ziyech en Hamzraoui oproepen? En hij zegt, ja, ik zou er wel graag bij willen hebben. Begrijp. Het is gewoon een antwoord op de vraag, maar dat is natuurlijk. Ja, weet je, het is, ze wilden me niet eruit gooien na de Afrika Cup, omdat ze geen opties hadden. Maar ik zat net even te denken, je hebt genoeg opties. Ik denk, als je bijvoorbeeld Ronald Koeman vraagt, die zit nu toch thuis. Nou. Wil je een WK meepakken? Ja, tot het WK. Het is in mei en september, 2 keer 10 dagen. Alle voetballers spelen in Europa. Dick Advocaat doet het sowieso. Wie? Dick Advocaat doet het sowieso. Dick Advocaat niet. Weet je ook nog? Bert van Marwijk. Oh, Advocaat zit nu bij Utrecht, dus pas op. Ja, ja, hey. Ik ben gewoon eerlijk. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik heb gewoon mijn mening. Dit zou wel een droomscenario zijn. Koeman, WK Qatar en dan Marokko-Nederland in de pool. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou niet snel gebeuren, maar het zou leuk gaan. Ja, je hebt ook nog eens. Je kan ook Bert van Marwijk nemen. Die heeft WK 2010 ervaring, de finale gehaald. Die heeft met Saudi-Arabië WK 2018 gehaald. En al die spelers van Saudi's elftal, die waren allemaal positief over hem. Goeie man, eerlijke man, goede trainingen. Je hebt genoeg opties. En dan ga jij nog mee naar het WK? Nee, ik hoef niet mee. Ja, toch op, man. Noorden, is dit jouw mening? En van de supporters, zeg 90, maar? Wie jij, 90 maar is van dat, Marokkanen denken zo over. Oké, okay, maar de bondsvoorzitter, dat is degene die het bepaalt, toch? Ja. Wat is zijn, zeg maar, waar neigt hij naartoe, denk je, als ze het halen?
Als het halen. Als ze niet halen, dan denk ik wel dat ik weet dat hij Hakim heeft gebeld. Hij wil heel graag Hakim erbij hebben, Mazraoui erbij. Kijk, de bondsvoorzitter sinds het begin, dat hij er is, heeft hij alles op en top geregeld. Hij wil geen hoofdpijn, geen onzin. Dus ja, hij heeft hem aangesteld. Hij heeft hem aangesteld, de trainer. Mm. Dus hij denkt, als ik hem ontsla, ja, weet je, ziet het misschien als een verlies. Maar jij denkt niet dat hij ontslagen wordt als ze het halen? Nou, ik zal wel met hem gaan. Ze gaan denk ik wel met hem zitten. Van, we moeten dit oplossen. Weet je, alle fans willen de jongens erbij hebben. Ja, maar zie je, gaat niet komen als hij blijft. Nee, dat weet ik 100% zeker. Ik heb hem gesproken, want hij gaat niet komen. Maar twee dingen over Mazraoui en Hakim Ziyech. Ik ken Hakim toevallig redelijk goed. Eerlijker kom je ze niet tegen. Ja. En als lastig staat voor eerlijk of eerlijk voor lastig, dan is dat bij hem eerlijk. Het interesseert hem helemaal niks of er 8.000 of 10.000 supporters hem op een gegeven moment uit gaan fluiten bij Ajax. Dat hij te veel risico neemt. Ik ga never nooit overstag. Ik ga geen breedte balletjes. Ik blijf hetzelfde. Dus en als hij iets niet leuk aan je vindt, zegt hij het ook in je gezicht tegen een trainer. Mazraoui, heb ik van begrepen, dat hij contact heeft gezocht om te praten met Halilhodžić. Maar die man heeft geen interesse om te praten met Mazraoui. Als je mij wil oproepen, kom ik hier naar Nederland. Gaan we even zitten. Dan spreken we alles uit. En dan gaan we met een goede schone lijn gaan we beginnen. Dat wil Mazraoui. Maar hij heeft getikt in het om naar Nederland te komen. Net of het een wereldreis is. Ja, en om terug te komen op Hakim. Als je een toptrainer bent. Je hebt een topspeler, speelt bij Chelsea. Als die een keer een vriendschappelijke wedstrijd. Dat hij een pijntje heeft. Dat hij zegt, trainer, ik wil deze overslaan. Dan kun je dat toch managen. Als je denkt, Hakim, ga lekker zitten. Volgende wedstrijd heb ik je nodig in de kwalificatie. Dan moet je topfit zijn. En dan gaat hij als de brandweer voor hem. Maar wat doet hij? Gaat hij ruzie maken met Hakim, met Mazraoui voor een flesje water, man. Mazraoui, by the way, is gewoon een ideale schoonzoon. Mm. Ik heb er nog nooit bij. Zo lief, zo echt ideale jongen. Ja. Nou ja. Dus ja. Ik voel toch Bert van Marwijk aankomen. Ik ook. Ja, ik de bondsvoorzitter. Ja, dat is ook een bondsvoorzitter. Zelfs Roberto Mancini, die zou zelfs willen. Hij was met trainer bij Galatasaray. Toen vertelde hij mij dat hij in 2008 werd benaderd om trainer van Marokko te worden. En dat hij daarvoor open stond. En hij wordt waarschijnlijk nu ontslagen. Hij heeft nu tijd. Ja, hij heeft waarschijnlijk ook tijd. Ja. Ja. Zijn genoeg toptrainers. Iedere trainer wil naar het WK. Dat is toch het hoogste wat er is, toch? Zie je echt niet in het Marokkaanse elftal. Dat kan toch niet? Dat kan gewoon niet. Nee, dan heb je nog meer spelers. Tarab wordt niet opgeroepen. De verdediger van Sporting Lissabon. Kampioen van Portugal. Vidal wordt niet opgeroepen. Ik kan je nog 6, 7 jongens opnoemen. Kijk, als bondscoach moet je gewoon de meest logische keuzes maken. En dat doet Van Gaal. Maar Halilovic niet. Nee, maar dit gaan ze dus wel plaatsen, al dus Noordin. Die wedstrijden zijn allemaal...